De vraag is, hoe maak je zoiets? De bovenste van de vier scènes van 9 seconden selecteer ik. Klik op Editor, waar ik de grootte verander in 35. En een rand van 12 kleur wit. Dan rechts klikken op de magentalijn en effect kopiëren. Rechts klikken op de andere scènes en het effect plakken. Nu heb ik 4 scènes bovenop elkaar. Weer naar Editor om daar veranderingen in aan te brengen, om de scènes naast en onder elkaar te krijgen. De eerste zet ik op horizontaal plus 18, verticaal plus 18. De tweede op horizontaal min 18. Verticaal 18. De derde op horizontaal plus 18. Verticaal min 19. De vierde op horizontaal min 18. Verticaal min 19. Nu zijn ze alle 4 te zien. Vervolgens zet ik markers op 1,5 seconde. Op 3 seconden, 4,5 seconden, 6 seconden en op 7 seconden. Dan zet ik de scrubber op 1,5 seconde en selecteer de onderste scène. Ik zet een keyframe en ga naar het begin. Ik verander horizontaal en verticaal in min 22 en 70. En selecteer de derde scène. Zet de scrubber op 3 seconden. En zet daar een keyframe. Terug naar 1,5 seconde en horizontaal en verticaal wijzigen in 22 en 70. Eveneens aan het begin 22 en 70. De tweede scène. Op 4,5 seconden een keyframe. Op 3 seconden wijzigen in min 22 en 70. Aan het begin ook min 22 en 70. De eerste scène op 6 seconden een keyframe.
op 4,5 seconden wijzigen in plus 22 en 70. Aan het begin plus 22 en 70. Ik selecteer de 4 scènes. Klik rechts, ga naar groep en selecteer groep opslaan als project. Geef de groep een naam. Oké. De groep laat ik uitveden vanaf 7 seconden. Dan naar het begin. Klik op Editor en bij rotatie draaien instellen op min 30. Op 6 seconden terugstellen. De titel gebruik ik om er een rand omheen te maken. Tekst verwijderen. Vierkant toevoegen en smal maken. Dit nog een aantal keren herhalen en de randen op de goede lengte maken en op de goede plaats zetten. Met behulp van de pijltjes toetsen kan dat heel precies. Oké. Nu dat vierkant nog een beweging meegeven. Klik op Editor Ik zet een keyframe Ga naar het einde en verander daar de grootte Door op Shift en Ctrl te klikken en de pijl op de voorste scène te zetten, wordt alles daarachter geselecteerd, waardoor het opgeschoven kan worden. Alle eigenschappen blijven behouden. Op deze manier kan er een stukje film en een titel aan toe worden gevoegd.
nog even laten renderen. En klaar. Als ik deze montage met andere beelden en titels vaker wil gebruiken, dan selecteer ik de hele montage en maak er via groeperen weer een groepsproject van. Hoe je de scènes weer kunt veranderen, zie je in mijn uitleg over bal vervangen en masker maken.